Alsjeblieft, een prachtige bos bloemen. Waarom krijgt mama allemaal cadeaus? Ze zit op de Olympische Spelen! Ja, en wat gaat ze daar doen? Dan gaat ze... Volleyballen! Volleyballen! Zo is het. Beachvolleybalster Sanne Keizer vertrekt binnenkort naar de Olympische Spelen in Tokio. En haar woonplaats Haarlem is natuurlijk super trots op haar. Voordat ze die kant op gaat, komt de wethouder sport haar nog even succes wensen. En de vlag van de stad overhandigen. Oh, ik ga hem zeker meenemen. Ik hang hem denk ik vanaf als ik een balkon heb, want dat weet ik nog niet. Olympisch dorp misschien, van mijn balkonnetje af. En ja, ik weet niet waar ik hem allemaal mee heen mag nemen, maar desnoods als een leuk jurkje. Ook leuk, toch? Ja, het zou natuurlijk leuk zijn als Sanne even in haar Insta-stories gewoon die Haarlemse vlag laat wapperen. Ja. En dat wij gewoon als Haarlemmers laat opblijven om deze spannende wedstrijden te gaan zien. Olympisch Spelen is waar je met een bal volleyballen en dan gaat iedereen echt juichen en ik ben er echt zo in de chat van mij. Kees en Puk zijn geboren Haarlemmertjes, maar hun moeder groeide op in de Achterhoek. En laatst zei ze dit nog op Omroep Gelderland. Ik moet wel zeggen dat als ik dan hier dan heen rijd, dan denk ik wel echt van ja, dit is een prachtige Gelderland. Als je met die vlag dan in Tokio gaat shinen, krijg je geen ruzie met de Achterhoekers dan? Ah, dat kan me niet schelen. Nee, we spelen allemaal voor één land, toch? Mama!